we zitten nu met een discussie over die Holocaust-herdenking. Ja. En we zitten hier trouwens in Utrecht. En hier in Utrecht is er een instelling waarbij men, instelling van hoger onderwijs, maar gepland had om colleges over de Holocaust, om dat te organiseren. En dat hebben ze weer. We hebben weer gezegd, nee, doen we toch maar niet. Want het is allemaal nu te controversieel. En nu zeggen, dat mag weer wel. Maar er is een hele discussie is er over ontstaan. Ja. En dan zijn er ook verschillende Nederlandse mensen uit publieke debat en politici die zeggen, oh, wat erg toch dat die Holocaust-herdenking nu, van karakter eventueel gaat veranderen, of dat die Holocaust-lezingen niet gegeven kunnen worden in de school. Maar ja, dan is het natuurlijk de volgende vraag. Ja, wat dacht je? Dat je open grenzen kunt houden en allerlei mensen kunt importeren uit landen waar helemaal geen Holocaust-herdenkingen worden gegeven. Wat is de laatste Holocaust-herdenking in Marokko, in Tunesië, in Egypte, in Turkije? En die zijn daar natuurlijk niet. Dus als er allemaal mensen uit die cultuur in Nederland komen, zich daar vestigen, dan nemen ze die cultuur natuurlijk mee. En dat betekent ook iets voor die Holocaust-herdenking. Die is er niet meer, die Holocaust-herdenking. Over 5 jaar over 5 jaar van nu is die er niet meer als je die grenzen openhoudt. Nou ja, daar kan je iets van vinden. Maar we discussiëren het dan maar openlijk. Maar ga niet denken dat die migratie geen gevolgen zal hebben voor de cultuur in Nederland. Die zal drastisch veranderen. En dat moet je willen of je moet het niet willen. Maar je moet het in ieder geval onder ogen zien. Dat lijkt me realistisch. Wil je meer van dit soort video's zien? Steun ons en word lid. Start nu je gratis maand.